mooie zesde plek met Max Stemerdink. Dan Owen Lapon er ook al ver naar voren geschoven. Roderick Pikker. Er zitten een aantal heren bij. En ook Sam van Til, die de overwinning pakte vorige week bij de viertakte, staat dan op de negende plek. De man voor Liquid Rubber. Dan Schoenmakers, Hanen, Kortman, Vug, Steenbergen. Dan Ruiten, Dani van Dijk, Bira van Haver, Steen, Kone, Rodijk. Daar komen ze aan. Gaan ze weg of niet? Ze gaan weg. Ze gaan weg. Wat zag ik? Wat zag ik? Ja, hij nam... Oh, daar een paar even dat gras op. Even op elkaar, bij elkaar. Bij elkaar visite. Nou, dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling dat ze bij elkaar visite gaan. Ze gaan in ieder geval allemaal alweer weg. Ze zijn weg. Weg om de wedstrijd te aanvaarden. Het is Justin Polman, volgens mij. Is het op de eerste... Nee. Nee. Het is de man met start nummer 6. De man met start nummer 6 is Rick Koen, die de leiding heeft. Ik zag ook wel een beweging van de man met start nummer 4, Koen Doorn. Die meteen al bij de start zijn plaats innam. Wist ook meteen van zijn plekje af naar voren te schuiven. Deed hij ook heel listig, zag ik. We hebben Koen, Polman, Hanen, Dion Frank, Stemening, Koen Doorn. Zesde plek, Roderick Pikker met 14 op 7. Sam van Til staat onder 90 op een achtste plaats met Dani van Dijk op 9. 10 is het D van Vught. D van Vught was gisteren niet de gelukkige man. Zeker in de tijdrijding niet. En daarachter, daar begint zich al een die af te tekenen. Kopgroep is weg. Koen en Polman zijn samen vandoor. Wie is het dan? Dan is het Chris Hanen. Chris Hanen. Derde plek met Dion Frank. Dion Frank niet meer te vinden. We zien. Dan let op. Daar is hij. Gisteren deed hij de belofte. En vandaag ja, maakt hij toch min of meer waar. Koen Doorn op een vierde plaats. Vierde plaats voor de man met start nummer 4. En het is een protégé van niemand minder dan Patrick de Vries. En ook van Jennifer van der Beek. Die de man begeleiden. De man met start nummer 4. Koen Doorn op een vierde plaats. Een rookie is het ook nog eens een keertje. Dan Polman op 1. Rick Koen op 2. Chris Hanen op 3. We gaan eens kijken. Sam van Til, langzaam maar zeker, komt de man met start nummer 90 zijn plek naar voren. Mevrouw van Dijk, of u naar beneden wil. Snelste tijd is gerealiseerd door Justin Polman. 54-7-13. 54. Het is Polman aan de leiding. Polman met Koen achter zich. Wie zit daarachter? Dat is met start op row 24. Is het Chris Hanen. Daarachter Koen Doorn. Koen Doorn op een vierde plaats. Vijfde plaats is voor Roderick Pikker met start op row 14. Begeleid door niemand minder dan Walter van Lent. Meervoudig Nederlands kampioen en ook Europees. Dan Sam van Til op een zesde plek met Dani van Dijk op 7. Dave van Vug met Thomas Dijkstra op 9. Schoenmakers op een tiende. Stemerdink, Owen Laponder op 12. Met Senna Kortman, met Kai van Steenbergen en Marijn Steen op 15. Waar is Dion Frank gebleven? We gaan eens even kijken of ik hem nog kan vinden in mijn lijstje. En de 26e plek krijg ik hier van Martin Door. En weggezakt vanaf een tweede plek. Startplekken, Dion Frank. Oh, hij had er zo'n zin in. En wat zien we? Doorn. Doorn gaat naar 3. Koen Doorn naar 3. Het heeft even geduurd. De Vries
gaf mij aan. Wat gaat hij weer naar 4? Koen Doorn. Het was heel even op 3 en nu op 4. Hij heeft toch, denk ik, dank na het zo te zien, toch wel redelijke smaak te pakken. Ik heb ook vernomen dat Doorn ook aan het trainen geweest is met niemand minder dan Finn Kooijman. Finn Kooijman, ook een protégé, ook een ontzettende kogel in de 125cc. Doorn is daarmee wezen trainen. Daar lijkt er wel op dat het een beetje zichtbaar begint te worden. En ook achter Hanen hangende 24. Roderick Pikker ook op het vinkentouw op een vijfde plaats. Nou, toch weer even een wat gelukkiger. Een mooie instructie even erbij. Ook hier dat je wat mooier beeld krijgt ten aanzien van de tijden die gezet worden. Op dit moment is het een wisseling. Wie is het? Rick Koen? Is het Justin Polman? Wat gaat Koen doen? Koen op 1. Koen op 1. Polman gaat naar 2. We zien dan nog steeds achter de 24 Koen Doorn. Achter Hanen zien we hem hangen. Zal het dan zo zijn dat Doorn ook de passeermanoeuvres Koen, Rick Koen op 1, Polman op 2, dan Hanen, Doorn, Pikker en Schoenmakers, Dijkstra, Dave van Vught op 9, Laponder en Senna Kortman op een tiende plek. Dani van Dijk op 11. En ik moet zeggen, Van Dijk, ja, die kan toch echt wel even wat beter, zo lijkt me. We gaan het zien. Koen Doorn is dan nu... Oh, ja. Pikker met... wat een clubje daar, hè. Een prachtig mooi clubje bij elkaar. Met Pikkers, Schoenmakers, Dijkstra, Van Vught. Ja, en Hanen zit daartussen. En Koen Doorn is er vandoor. Doorn is er vandoor. Op een derde plaats inmiddels rijdend. Met Sartan over 4. Lucas Schoenmakers met Chris Hanen. Dijkstra, Van Vught en Van Dijk. Dan Owen Laponder op 10. En is Kortman op 11, 12. Zemerdink met Steenbergen, Jort Kone en... Senna Roodijk, 15e plek met Marijn Steen. Dan Brett Otters, Dani van Rutte, Fixen op 19. Robert de Haan, die toch, moet ik zeggen, ook daar op Lelystad even alle kippen achter zich aan liet komen. En nu op een 20e plek rijdt. Dion Frank al inmiddels weer terug op een 21e plaats. Kwam en komt vanaf een tweede plek. We hebben inmiddels 8 minuten hebben we gehad. Polman op 1, Rick Koen op een tweede plek derde, Schoenmakers en Doorn inmiddels
met startnummer 4 weer naar een vierde plek. En Lucas Schoenmakers met startnummer 3 heeft inmiddels de derde plaats ingenomen. Daar zijn de eerste twee mannen. Koen Doorn met startnummer 4, wat weggezakt is, ingenomen door de man met startnummer 3. En nu dringt er ook degene aan met startnummer 23. Dat is Dijkstra. Dijkstra dient aan, dringt aan bij Koen Doorn. Kan niet de druk weerstaan van de mannen achter zich. Nou, Polman en Koen zijn dik vet aan elkaar gewaagd. En dan daarachter de mannen. We hebben dan met startnummer 3 en 24 en 23. Koen Doorn zakt verder weg. Zakt verder terug. Naar een zevende plek. Is er ook zo moe. Ja, wat doe je? Zit je 8 maanden in een kart. En 8 maanden, ja, dat is toch niet de allerlangste tijd. En dan is hij dan wel een rookie. Maar goed, oké, vooruit. Het is sowieso toch altijd knap. Zoals de mannen zich manifesteren. We hebben dan Polman op 1, Rick Koen op 2, Schoenmakers op een derde plek. Polman is er klaar mee. Polman heeft afscheid genomen. Hij heeft een gat geslagen van 16e ten opzichte van Rick Koen. Dan Schoenmakers, Dijkstra, Hanen, Koen Doorn op 6, 7. Roderick Pikker met Dave Vocht op Vught op 8. Dan Dani van Dijk op 9. Dan Owen Lamponder op 10 en Kortman, Stemerding. Steenbergen, Konen, Roderick en Otters. Dan Rutte, Dion, Frank. We gaan eens kijken. Dante Rapans die gisteren dan ook zijn instructie kreeg van Ray Lansing. En dat hij zeker niet het vuil op moest zoeken zodra hij daartoe gedwongen werd. En hij had het ook beloofd. Maar ja, we hebben hem natuurlijk een prachtig mooie race laten neerzetten. En dat zette hij neer op Lelystad. Daar is het helaas niet meer van gekomen. Het zijn natuurlijk ook een heleboel mannen die er ook vandaan komen, opgeleid zijn. En ook daar vele klasses zijn ontstaan. We hebben nog 2 ronden te gaan. Snelste tijd. Justin Polman, 54-0-83. 54-0-83. 1 minuut plus 2. Ja, dat duurt iets langer. Nou, dat is niet erg. Maar... koplopers komen dan bij de achterblijvers aan. Bij Daniel ten Bak. Met 25. Daar heb je de mannen uit de kopgroep. Justin Polman met Rick Koen, Dijkstra, Hanen, Schoenmakers en Koen Doorn. Roderick Pikker op 7. Met Owen Lafonder op een 8e plek. Bijgestaan door Ricardo Romkema. Ook een mega kogel in de 125. CC. Het is ook zo prachtig mooi, hè? Al die mannen bij elkaar te zien. En dan roepen ze op de baan. Who is the next Max? Nou, ben benieuwd, want degene die toch hele mooie manoeuvres uithaalt in passeren op een hele nette manier zou het mogelijk wel eens even kunnen zijn. Ja, daar ging het heel even mis. Aan het einde van het rechterstuk. En daar zaten een aantal heren bij. Koen Doorn is in ieder geval naar een vierde plek. Daar was een ophoping van een aantal rijders. Kijk eens even daar. Wat een prachtig mooi ploegje. Oh, ja. Het begint met startnummer 99. En dan de 3 en de 4
Dat zijn dan respectievelijk Koen Doorn. Doorn toch weer. Zet hem. Ho, ja. Stond er eentje dwars op de baan daar. Goeiedag zeg. Dat goed ging. Daar mogen we ons handen voor dichtknijpen. Allerlaatste ronde gaat in. We zien dan Polman, Rick Koen en Owen Laponder met start nummer 3.99 op een derde plek. Zo, goedemiddag. Ricardo Romkema heeft er wat ingestopt of erbij. Dus Chris Haan op 4.5 is het Koen Doorn. 6 is het Kortman met schoenmakers Van Vught. Dan Steenbergen, Dion Frank op 10 met Jor Konen. We zitten in de allerlaatste fase. Dan gaan we even kijken. Is het Polman of is het Rick Koen? Er zit niet veel tussen. Er zit maar angstig weinig tussen. Maar het gaat Polman worden. Het is Polman geworden met Rick Koen. Wie zal de derde plek gaan bezetten? Het is net 99 zou het moeten zijn. Het is inderdaad Owen Laponder. Laponder op 3. Chris Hane, Koen Doorn op 5. 6 vinden we dan. Kortman, Schoenmakers, Vught, Steenbergen, Konen, Roodijk, Frank van Dijk op 13-14 Otters. Dan Van Rutte, Steenberdink, De Haan met de Fikse, De Jonge, Steenberdink, Thijs met de Bira van Haver, Sutens, Posma, Kosterman, Steen. En Franke, Dante Rapans op een 15e plaats